Ja, totaal in paniek. Ik kan geen kant meer op, want er staan skeletons rond me heen en ik ben nog maar 3 HP. Hallo kijkers van Gas Games, hier ben ik weer met een nieuwe serie zoals jullie kunnen zien. Ik ben hier vandaag samen met Guido, want ja, hij is de beste man om deze serie mee op te starten, denk ik. Hallo. Hallo, we zijn hier bij een Hexit-serie zoals jullie kunnen zien. En ja, ik dacht van waarom ook niet. Ik heb dit een hele lange tijd terug, heb ik hier een keer een serie van gemaakt. Dan praten we over 2014 of zo. Maar ik dacht van, weet je wat, ik ga het gewoon nog eens een keertje doen. En ik heb er eigenlijk best wel veel zin in. Ik bedoel, gewoon lekker alles slopen en looten. En dan op een gegeven moment heb ik wel jullie hulp nodig. Want ja, met die wapens, ik heb geen flauw idee hoe je moet doen. En er staat opeens een blaze voor mijn neus. Oh god. Kijk, waar komt die vandaan? Komt die echt uit die tower? Kan dat? Guido, kunnen ze Oh, uit sorry. towers komen? Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Wat zei je? Kunnen blazes in een tower spawnen? Ja. Ach jezus. Laat ik zo zeggen, Dylan. Er zijn gewone towers, er zijn nether towers, er zijn ice towers. Maar dat was er nog niet toen ik speelde. Ik kan me alleen de normale stone towers bedenken met de golem erbovenop. Ja, op elke tower zit nog wel een golem, maar je hebt ook eentje zitten met nether in en met nether dingen. Maar je hebt ook gewoon vaak ocean spider spawner, spider, skeleton, zombie. Maar blaze kan ook, creeper kan zelfs. Oké, doe maar weer. En dungeons, zit daar nog iets wat ik moet weten? Minotaur dungeons, daar heb Wat je is van die dit dan voor dungeon? levende kisten. Oh nee, dus dat is een zombie met allemaal sparkles om me heen. Ik ga weg hier, doei. Oh, die hebben ook van die bepaalde effecten. Ja, dat weet ik nog wel. En die zit hier precies onder in deze grot en komt nu naar boven. Dag, afgesloten. Ja, die is gek, ik heb nog niet eens een wapen. Zullen we mij nu al gewoon voor de leeuwen gooien? Ik ben nog niet eens begonnen. Nou, zeg maar gewoon rustig eventjes iets van een. Ja, ik heb altijd gewoond in een dorpje. Oh, jij hebt echt een dorpje gezocht. Ja, nee, ik spande letterlijk in de bossen. En Oh ja, ik zit ook in de bossen. vrijwel meteen zag ik op mijn map gewoon een dorp staan. Dus ik dacht van, Oh ja, wacht. waarom M, moet ik het? hè? M. Ja, waarom moet ik het dus makkelijk dan? Er zit bij mij niks in de buurt wat lijkt op een dorpje. Ik zie een piramide. Ik zie een kasteel, denk ik, achter iets. Ik zie een toren. Ja, voor de rest zie ik nog niet echt iets wat ik zeg van, ja, daar moet ik nou per se heen. Want Ik zou toch die toren zou ik een beetje op wachten, want ze zijn moeilijk. Ja, ik weet dat ook in die torens kunnen van die beesten spannen met van die particles eromheen. Dus Klopt. En kijk, weet je, het is als je een goede toren hebt, heb je inderdaad wel snel diamond of dit of dat, wat handig is, of course. Alleen de kans dat je doodgaat, ja. ja, is aanwezig. Maar even, hoe is het beste om even snel aan iets van eten te komen? Besjes vinden. Als het goed is, dan zie je vaak wel besjes staan. En anders, wat ook heel goed werkt trouwens in jouw geval, maak een axe, hak bomen om. Want appels. Appels. Ja, oké, wacht even. Dan moet ik even iets meer cobblestone hier gaan verzamelen. Want dan kan ik gelijk even stone tools maken. Ja, even de basic survival mensen. Maar ook in Hexit is dat blijkbaar nodig, natuurlijk. Je kan niet zomaar een kasteel inrennen zonder wapens en dan zoiets hebben Ik ben van. benieuwd waar je dan eindigt. Ik denk dood. Ja, ik denk het ook. Nou, ik pak wel gelijk de Twilight Portal, ja? Zo, heel gek wezen. Ik denk dat ik dan gelijk. Om lekker met de King Spider en shit vechten. En de King Spider? Lich Boss. King Spider, hè? Ik ken wel de Lich Boss, die ken ik. Maar, en ik ken nog dat ene ding met waar je zo'n staf van kon krijgen of zo, waar jij toen mee bezig was. Je hebt de Lich Boss, de Urghast, King Spider. Klinkt Dan heb je nog gezellig. de Naga. Naga? Ja. NASA. Ja, ook. Zit ook in de game NASA. Je hebt ook nog een aantal andere bossen daar, wat fucking insane is. En Ja, er waren zo bij mijn mannetjes, die zetten letterlijk TNT neer en die staken het af, dus ja. Oh, leuk. En dan heb je natuurlijk ook nog Gezellig. de kapitein op een grote boot, die gevaarlijk is, Oh, op de piraten. ja, dat weet ik nog wel. Heb je nog mensen met staffen, en met heal staffen, Het en met grappige poison wel, staffen. ik span aan de zee. Ja, ga op zoek naar bootjes, zou ik zeggen. Als je kleine bootjes vindt, en je hebt een stone sword, en ze hebben niet Oh een en een god, ik boog. heb iets gedaan. Er staat nu een hele grote map in mijn beeld, maar ik. Huh? Hoe krijg ik die nou weg? Ik heb niet op M gedrukt. Maar ik kan nog gewoon lopen en ik zie een map. Uh-oh. En misschien? En? Oh, dank je. Ja, ik had ergens op gedrukt, ik weet niet op. Ja. Nee, besjes zeg jij ook. Waarom hoor ik die zombie nou weer? Oh wacht, die zit daar natuurlijk. Oh wacht, ik ga ook even snel een stone sword maken, want dat is wel even belangrijk, denk ik.
In ieder geval een zwart. Dan is het gewoon even bomen hakken, man. Want als het goed is, zit timbermot erin. Dus krijg je fucking veel hout. En als het goed is, gaan ook meteen leaves kapot. Dus ook oh alles. Ja, kijk. En inderdaad. Wat je even aan moet zetten, moet je even. Ik denk utility één moet, indrukken, right. Dan die magneet aanzetten. Ja. En ook inderdaad die utility gebeuren. Ja, die heb ik al aangezet, de utility mode. Dan kunnen mensen rond zeggen, ja, maar die magneet dit en dat is gewoon handig. Gewoon spullen komen in je inf. Maar. Ja, dat is helemaal niet echt cheat aan. Maar kun je trouwens van birchbomen ook appels krijgen? Want anders zit ik hier mijn tijd te wasten. Weet ik niet. Ja, ik weet dat het nu wel kan, maar of dat toen ook al was. We spelen natuurlijk nu, om even te realiseren, we spelen nu op 1.5. Ja, maar zie je anders geen dieren of zo in de buurt? Ik heb er net wel een paard vermoord, maar dat ja, paard vermoordde mij of bijna. Ik zie wel een vogeltje. Koeien, varkens, iets in die trend. Nee, wel een vogeltje dat nu keihard van me aan het wegvliegen is. Hey, daar kreeg ik wel stuffed finch van. Kan je dat eten? Probeer het. Ah nee, dan kan ik op de... Wat? Ja! Ik heb een eend gestuft. Je weet toch wat stuffen is? Dat is zo'n beest. Dit is de reden waarom je Dylan eigenlijk geen modpacks moet laten spelen. Jawel. Oh, wat? Oh, wacht. Dat zijn... Hier is een paard. Kom maar. Dupe is. Ja, nu kan ik je wel aan, paard. Nou ja, hij doet nog wel flinke damage, maar... Ik zie hier een blaze spannen. Kan ik die... Als ik die nou gewoon... Weg kan hakken, zo. Hoppakee. Dan kan ik de... Oh, die chest is leeg. Vuile... Oh. Oké, maar wacht. Wat even. Je trouwens ook kan doen is. Ja, nee. Ja, een huisje. Ja, nee. Ziet misschien, maar. Dat is ook een beetje tricky al. Ja, precies. En ik loop hier maar gewoon. Ik heb nog geen besjes of iets. Het is donker. Ook nog donker. Ja, wat heb ik hier? Scrap meat. Kan ik dat wel eten? Oh, dat kan ik wel eten. Dan sound like meat. Ja, ik heb er twee like op kunnen eten. Nee, weer zo'n paard. Ga weg. Dat is wel heksen in het begin behoorlijk pittig, hoor. Nee, als die me... Als die me nog één keer had gehit, had ik dood geweest. Daarom, bij een village kan je meteen een bed maken. Door die lantaarnpalen kan je een bed van maken en shit, weet je wel? Ja, alleen ik kan hier niet echt monsters dodgen of zo, lijkt het. Ja, het is gewoon, je bent gewoon nu nog slecht. Dat je gewoon geen amper gear hebt en dit en dat. Oké, wat is dit? Het is nu gewoon fucking moeilijk, klaar. Wat is dit voor besje of iets? Gisaal green. Nee, dat zal wel niks zijn. Je moet echt gewoon van die blueberry shit zo hebben, man. Dat hield niet goed, maar dat groeit wel makkelijk en shit. Ja, ik heb nu wel wat vlees, kunnen collecten. En ik zie hier een... Wat is dit dan weer voor beest, joh? Is dat een... Huh? Een lizard, oh. Nou, die moet ik niet hebben, denk ik. Valt die mij aan, een lizard? Ik hoop het toch niet? Volgens mij niet. Voor mij... Oh, nou. Hij heeft wel een aggressive look, zeg maar. Oké, jij gaat dood. Dit is ook uiteindelijk het type wat van die neushoorns allemaal gaat aanvallen. Ja, sowieso. Oké, nee! Ga weg. What the fuck? Ik dacht dat die lizard me aan ging vallen, maar hij viel me helemaal niet aan. Maar toen ik hem sloeg... Toen ik hem sloeg, ging hij opeens hele rare geluiden maken. Ja, dat is... Ik moet wel zeggen. Sommige geluiden die er gewoon denk je, what the fuck? Ja, nee, maar net al bij dat paard. Ik spande in die wereld en opeens een paar... Oh, wat zijn dat? Schildpadden? Oh nee, dat zijn... Huh? Ze blijven rollen de hele tijd. Ah! Nee, wat is dit? Op... Huh? Wat was dit dan? Welkom bij Dylan Vonk op safari. Ja nee, ik liep ergens en ik kreeg opeens slowness en potion op me. Tuurlijk. Is je wel een put met goud erin? Nee, dat vertrouw ik niet. Moet je eventjes kijken, die put met goud, kijk even erboven in een soort van dak achter iets. Ja, daar zit een dakje op. Ja, daar zit lava in. Dus als je naar binnen gaat, dan trap je jezelf, komt de lava naar beneden en is zo van... Koopa, malava. Oh. Ja, nee, dat ga ik dan niet doen. Ja, je kan er wel naartoe, maar dan moet je een soort van disable of zo. Maar ja. Ja, ik ben eerst even met zombies in gevecht. Jongen, laat me nou eens met rust, man. Oké, wat is dat voor beest? Weet ik, zie hem niet. Ja, nee. Het was zeg maar een soort van zombie looking ass! Met mij dan bruin. Zombie looking ass, maar dan bruin. Ja. Zeg maar zo 1, 2, 3 niks. Dat was de perfecte formulering. Beter kon ik het niet zeggen. Oh! Nee, skeleton, ga nou weg, jongens. Hier, daar loopt er weer een. Wat is dat voor beest? Ik kan... Moet dichterbij komen om... Oh, mummy.
Jeetje. Ja. Ja, kan ik toch niet ruiken dat er mummies in het spel zitten? Oh. Waarom is het hier zo druk? Ja, omdat er zoveel normaal spannen gewoon om op. Maar hier zit toch een hele modpack systeem bij, dus dan ja, spannen wat meer. Wat is dit dan? Blauw zand? Waterdroppels. En weer! Weer potion en weet ik. Ik denk dat het bij Hex is waar je zit. Ja, volgens mij is het inderdaad bij Hex zit. Bij Hex zit. Oh, the fuck crap. Ja! Ik heb nu wel een berg met echt fucking veel oors gevonden. En nee, is geen vulkaan. Want die weet ik hoe die eruit ziet. Ja, wat allemaal nou wel niet in de weg is gekomen al. Jezus. Mag ik nou rust? Ik moet eerst nog een stekje. Ik heb geen food. Ik loop hier ergens in de middel van de desert. Met lizards en mummies. En een slime island boven in de lucht. Ja, die kan volgens mij zijn blauwe slijmballen droppen die je kan eten. Geef dat food, joh. Ja, blauwe slijmballen kan je volgens mij eten, maar I'm not sure. Oh. Ja, dan moet ik daar gaan staan en wachten tot er eentje naar beneden valt. Want ik kan niet, ja, of ik moet heel veel blokjes gaan verzamelen en naar boven klimmen, maar het lijkt me niet verstandig. En waarom kan ik eten, maar eet hij niet? Het is het allemaal. Oké, rot een flesje dan maar. Nou, ik ben in ieder geval vol voedsel. Maar voor hoe lang het duurt. Oh god. Het beste is dus ergens even een huisje zo meteen beginnen, want anders gaat het echt fout. Oh! En als je doodgaat ben je alles kwijt natuurlijk, dus dat moeten we ook niet hebben. Waarom? What the Nee! Alle vartje! Nee! Oké, ik ga mezelf ingraven. No other choice. Zo, oké, ik ben ingegraven. Ja! Totaal in paniek. Ik kan geen kant meer op, want er staan skeletons rond me heen. En ik ben nog maar 3 AP. Hoe moet ik dit nou doen? Help! Help! I need a rescue here! Zijn de helikopter. Oké, ja, ik ga gewoon. Vol runmodus. Oh, dat is niet rennen. Normaal mensen zorgt zeg maar in de nacht voordat hij een huisje heeft of iets, weet je wel. En dan gaat hij rustig. Ja, ik heb te lang in de wereld gestaan om te wachten op een huisje. En what the fuck is dit? Er zit een hele grote koepel boven in de lucht en is dat nou met laddertjes naar boven, joh? Oké, wacht, daar gaan we even heen. En er zit ook een hele grote blauwe slijm beneden. Oké, die gaan we ook even vermoorden. Welkom bij Dylan op excursie. Ja. Vallen die terug aan? Oh ja, die dus. Slime, natuurlijk. We zouden ook trouwens King Slime. Oké, die is neer. King Slime? Hoe groot is die wel niet dan? Dat is gewoon best wel een groot blok slime, zeg maar. Gewoon echt een joekel. Nou, dat is wel gewoon echt een knoepet. Oké, die dingen kun je eten. Ze geven 1 food, nice. Een beter 1 dan geen, toch? Ja, precies. En hier lopen allemaal varkens en koeien. Boys, you save my day. Alsjeblieft. Kom eens even hier. Hoppakee, nog een varkentje, hoppakee. Ik was even vergeten dat je hier kon spamklikken. Ik zat 1.9 te doen op 1.5. Maar, kom eens even hier. Dylan denkt, waarom laat mijn wapen nou niet? Ja, ik zat echt... Ja. Hey, een dorpje! Ik ben gered! You saved yourself. Waarom komen er overal seeds naar me toe vliegen? Omdat die dorpjes, zeg maar, die seeds oppoppen, zeg maar, en die komen dan in je infin. Oh. En je kan een prullenbakje aanklikken en dan kan je ze gewoon weg. Oké, ik ga gewoon als een gek naar die stad rennen. En dan gewoon daar ga ik vestigen. Want ik kan geen andere kant op. En kun je hier ook waypoints zetten? Ik neem aan van wel. Ja. Oké. Even kijken. Oh, nee. Kom eens hier, varkentjes. Jullie moeten dood. Ik heb food nodig. Ja, dankjewel. Oké, hier is nog een varkentje. En dan ga ik even naar een huisje toe. Dan ga ik daar even een chestje bouwen en zo. Oh god. Er komen allemaal seeds hier naar me toe gevlogen nu. Ja, dat heb je altijd toch. Ook als je door de bos gaat, krijg je vaak ook allemaal saplings en shizzle, maar. Kom je, zombie. Je gaat mij niet lastigvallen. Oh, nee. Ik heb geen wapen meer. Oh, wacht, ik heb een bel. Hoppakee. Niks ervan. En ook nog koeien. Hij heeft een bel. Lekker bellen aan de bel. Zo. Oké, wat koeien nog vermoord? Oh, wacht, nog meer koeien en varkens. Ik loop in een of andere, ja,
het lijkt op jungle grass, zeg maar, dat hele lichte groene. Mm-hmm. En dan met roze bomen zit er tussendoor en zonnebloemen. En... Pas op, duidelijk spannend, Rick Fase. Ja, we spannen hier ook nog speciale dingen in blacksmiths. Necronomicon page. Oh dat. Geen idee. Ja, ik ook niet. En 3 appeltjes en een iron pickaxe en een diamond. Oké, dankjewel. Nou, heb ik het op minen. Dan kan ik zeker mee minen, inderdaad. En ik heb wat voedsel. In het begin hoef je maar een klein beetje te minen. Uiteindelijk, zeg maar, die towers in kant, krijg je zoveel. Ja, dan krijg je zoveel oors. Ik zag jou op een gegeven moment met bags lopen, jongen. Ja, ik had gewoon 5 super van die grote super rugtassen mee. En dan ging je gewoon op pad, dan kwam je terug. Had je de 3 vol en dan had je nog steeds genoeg. Alleen als een auto food, weet je wel. Die gewoon... ja. Oké, even kijken. Zo, deur erin. Dan kan ik hier even wat chestjes gaan plaatsen, want dat is hoog nodig. Ik heb mijn hele inval vol zitten en wat doe ik nou? Maak ook even van die bedden die je daar, of bedden, maak even bedden van de lantaarnpalen die je ziet in het dorpje. Pak even 3 wol daarvan en maak alvast een bed. Oh ja, dat is wel heel erg verstandig inderdaad. Even kijken, zo hier een chest en dan erbovenop mag van mij nog wel een chest. Zo, dat is alvast 2. Oh, die kunnen niet open door die boekenkasten erboven. Ja, jeetje, nou ja, sloop ik wel gewoon, hoppakee. Boekjes kun je uiteindelijk toch wel gebruiken, neem ik aan. Ik weet niet of je hier echt aan enchanten doet of dat je meer enchanten speelt. Zeker, want je vindt. Kan hier 2 manieren enchanten. Vanille enchant en hexit enchant, om maar te zeggen. Mm-hmm. Dus dat kan je zelf bepalen wat je erop moet hebben. Dus dan kan je gewoon dingen naar links en rechts schuiven. Alleen dat kost, ja, wel levels. Maar de enchant die, dus op, ja, die jij zelf erop hebt gedaan, let op. Hè, dus als jij zelf Protection 4 erop zet, die enchant kan je er ook weer afhalen. Dan krijg je je levels terug. Vind jij een item die al geenchant is, werkt dat niet. Oh. En als je die dan wel gaat bij enchant, dus stel jij vindt een body met protection 1 en je hebt nog torns 2 op, kan je alleen de torns 2 eraf halen, de protection niet. Oh. Dus als je daar reacties over gaat krijgen, waar kijken zeggen, oh, de enchant is eraf voordat je het gaat slopen of dit of dat, fuck off. Nee, maar je krijgt dus wel ores terug van je, zeg maar, een soort van salvage of hoe noem je dat? Van je plate body en van je legs en weet ik veel allemaal. Daar kun je dus gewoon gold van terugkrijgen, bijvoorbeeld. Als jij een uncrafting table maakt, of die smeltery maakt, dan ja, als je de smeltery maakt, dan kan je het inderdaad daarin laten omsmelten, krijg je liquid. Liquid, height. Precies. En dat kan je dan in een ingot laten smelten, in een blok laten smelten, in een pickaxe head, noem het allemaal maar op. En anders doe je het in een uncrafting table, maar dat kost wel weer levels en dan kan je dingen uit elkaar craften. Oké, nou ja, in ieder geval. Met dat allemaal te weten kunnen we denk ik de volgende aflevering wel weer in. Ik heb in ieder geval een huisje gevonden voor mezelf. Hoefde ik niet zelf iets te bouwen, want ja, dat vind ik altijd minder. Ik trek liever ergens in. Eigenlijk gewoon een groot kasteel is op een gegeven moment wel leuk. Maar goed, ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog. Weet ik ook dat jullie het leuk vinden. Abonneer even als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende aflevering. Later. Oh, en abonneer ook nog even op Divi Games.